Hey, leuk je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag een hele nieuwe, compleet nieuwe soort van video voor jullie. En dat is namelijk dat ik een app ga reviewen. De app Too Good To Go heb ik een tijdje geleden ontdekt door Jenny van Instagram en blog Jenny from the Blog. En sindsdien heb ik deze app al heel eventjes een beetje laten zien in een weekendvlog. Dat is namelijk de vlog waarin ik magic boxen qua eten ging bestellen. En ik heb jullie gevraagd of jullie daar een video over willen hebben. En dat wilden jullie. Dus vandaag ga ik de app Too Good To Go aan jullie laten zien. Dat is een app die ik gewoon in de App Store heb gedownload. En mocht je het je afvragen, ik ben niet gesponsord door Too Good To Go. Ik vind het gewoon een heel goed initiatief en vandaar dat ik het heel erg graag met jullie wil delen. Too Good To Go is namelijk ontwikkeld om voedselverspilling tegen te gaan. En ik ben er heel erg voor. Dus vandaar dat ik dit met jullie wil delen. Ik kijk nu op Too Good To Go in Amsterdam. En wat je dan gaat zien zijn allemaal verschillende... wat zijn het? Dit is een winkel, dit is een bakkerij, dit is een viswinkel, dit is weer een bakker, dit is een restaurant. En al deze tentjes noem ik ze gewoon maar heel eventjes. Al deze mensen die meedoen of bedrijven die meedoen, die merkten gewoon aan het eind van de dag of aan het eind van een bepaald dagdeel dat ze met bepaalde producten bleven zitten. Eten en drinken wordt heel veel ook weggegooid en daarom kan je het aanbieden op deze Too Good To Go app. Alle tentjes die hier dus aan meedoen, die merkten gewoon dat ze heel veel eten over hadden aan het eind van de dag. Bijvoorbeeld de Lekkere Dingenbakker, die zit door heel Amsterdam. De Lekkere Dingenbakker die heeft allemaal vers brood en verse snackjes en taartjes bijvoorbeeld. En aan het eind van de dag moeten ze die gewoon bijvoorbeeld weggooien of kunnen ze het gewoon niet meer kwijt. Dan kan je een Too Good To Go voucher kopen en na sluitingstijd, deze dingetje kan je dus ophalen na 5 uur. Mijn Lekkere Dingenbakker is open tot 5. Dan kan je dus spullen ophalen die zij zouden weggooien. Vind ik dus een heel goed initiatief. Nou, ik heb het dus al getest en bij 2 verschillende locaties kreeg ik dus super veel en lekker eten. En ik had het al een beetje laten zien, maar in deze video heb ik vanmorgen al 5 coupons, Too Good To Go coupons aangeschaft. En die gaan we vandaag ophalen en die ga ik aan jullie laten zien. Als eerste gaan we nu naar de viswinkel Peter Tol. En daarvan kan ik tussen 10 uur in de ochtend en 17:15 in de avond kan ik mijn Too Good To Go voucher inleveren. En dan moet ik gewoon met de app en dan moet de viswinkel, die moet nog even iets doen, in mijn telefoon dit swipen. En dan krijg ik gewoon een pakketje mee. Dus ik ben vet benieuwd. Ik heb daar €4,99 voor betaald om deze Too Good To Go voucher aanschaffen. Dus wij gaan even kijken wat we voor 5 euro krijgen bij de viswinkel Peter Tol. Verder, trouwens voor spoiler, misschien ben je benieuwd. Ik kon zelfs een coupon kopen voor de 3 graafjes. Dus ik ben benieuwd. Ken je de 3 graafjes niet? Daar kun je de lekkerste taart in Amsterdam. Nou ja, niet de allerlekkerste van Amsterdam. Hele lekkere taart in Amsterdam halen. En de andere vouchers die lijkt nog even een verrassing. Nu als eerst op naar de viswinkel. Oké. We zijn er. Het is al snel, best wel vol. Wel of niet? Ja, wel. Wel? Ja. Dat is gewoon voor je een lasagne en nog wat lekker. Top, dankjewel hè. Hoi. Hoi. Er zit gewoon een pastasalade, lasagne en nog wat lekkers. Tabak. Nee. Afgebakken lekker bakken. Lekker bekken. Jeetje. Kijk. Jeetje. Lekker, ook vis. Lekker. Oh. Inmiddels een beetje verwijt, maar we zijn weer thuis. Een stuk lasagne. Er staat alleen niet op wat de houdbaarheidsdatum is. Gewoon echt een hele maaltijd, een hele pasta maaltijd met een stuk vis. Oh, er zit wel helaas paprika in en dat lust ik niet. Maar Zico wel. Dus Zico kan dit morgen eten. Want hier staat ook geen houdbaarheidsdatum op. Maar dat zal wel gewoon tot morgen goed zijn. En anders moeten we het gewoon even in de vriezer leggen. Helemaal geen probleem. En dan hebben we ook nog iets wat ik nu kan eten. Ja! Ik zit even op mijn schouder. Vis. Afgebakken vis. Lekker, lekker, lekker. Oké, wat we nu kunnen doen in de app is de viswinkel een cijfer geven. Overall experience kunnen we sterren geven, 1 tot met 5. Ziek, wat vond je de overall experience? 5. Ik ook, 5 sterren. Hiervoor heb ik namelijk 4 sterren gegeven aan 2 verschillende locaties. En toen moest ik een beetje inderdaad uitleggen. Maar nu heb ik gewoon 5 sterren gegeven en hoefde ik niks uit te leggen. Dus ik ga nu genieten van mijn visje. En dan gaan we zo meteen weer de scooter op.
En dan gaan we naar Daily Fresh Amsterdam op de Haarlemmerstraat. En daarna naar de Drie Graafjes op Rockin. Ik ben heel erg benieuwd. Daily Fresh kan verschillende dingen zijn. De inhoud van de box van Daily Fresh kan een combinatie zijn van verschillende soorten salades, broodjes, tapas en sappen. Nice. Ben benieuwd. Het is inmiddels weer tijd om naar de volgende te gaan. We gaan nu naar de Drie Graafjes en naar Daily Fresh Amsterdam. Ben benieuwd wat hierin zit. Ik heb geen idee wat erin zit en de vouchercode deed het niet. Oh. Als we hem probeerden te swipen, ja, zei hij dat we te vroeg waren. Maar ik ben niet te vroeg. Nee. Yes, on time. En hierdoor is het 3 minuten over tijd. Maar het was binnen tijd dat ze het probeerden. Okay. Maar hij doet het dus niet. Okay. Maar zoals zonde als zij niet betaald krijgen hierdoor. Dus ik moet hun even mailen. Too, ja, good to go. Ja. Daily Fresh is de volgende locatie op de Haarlemmerstraat. Oké, het is dat het doorzichtig is, maar ik heb dus een salade en een quiche. En deze voucher was 4,50. Als eerste wil ik even kijken wat er in de Drie Graafjes tas zit. En 2 zakjes. Een chocolademuffin. Kak. Dat is een beetje het nadeel. Als je iets niet lekker, of je kan niet gaan kiezen. En wij lusten allebei geen chocolade. Maar volgens mij zit het niet helemaal erin. Een beetje erop, maar het ziet er vet goed uit. Echt 1 dikke muffin, ja, ook. Ja, zo erg cool. Ja. Oké, dan hebben we nog een tasje. Tadaan. Cheesecake. Ja, en? Een chocoladecake. Nee? Ja. Soort, er zit wel chocolade op. Ja, oké, okay, maar 2 verschillende soorten cheesecakes. Oh, lekker bij de koffie. Lekker, inderdaad. Mmm. Er staat ook echt bij die van de Drie Graafjes van warning. Je krijgt misschien niet je favoriete ding. Want ik denk dat iedereen wel de Drie Graafjes Red Velvet Cake super lekker vindt en leuk vindt. Maar daar moet je gewoon niet op hopen. Want die komt bijna altijd wel op. En cheesecakes die zijn misschien wat simpeler of normaler om te bestellen. Heel lekker. Ja. En nu gaan we als eerst even een cijfer geven aan de Drie Graafjes. Ik vind het lullig om daarvoor niet 5 sterren te geven. Nou, ik vind sowieso voor de hoeveelheid geen 5 sterren. Oh ja, nou dat is echt wel, misschien een beetje verwend klinkt dat. Maar je doet dan vergeleken met andere dingen. Ja, ja, precies. Maar je vergelijkt altijd wat je dan krijgt voor het bedrag. Ja, maar bij die bakker hadden we gewoon 7 gebakjes gehad. En nog 2 halve broodjes. Oh, dat was ik vergeten. Ja. Bij de lekkere dingenbakker. Dat klopt. Dus dat is echt. Ja, dat klopt. Dat het wel extreem veel was. Ja, dat klopt. Als je het daarmee vergelijkt. Dat is dan niet mijn vergelijkingspunt. Want dus heb ik nog niet zoveel daarvan gehaald. Nee, dat is waar. 2 halve broden en bolletjes. Maar we hadden ook 7 gebakjes. Ja. Voor 3 euro. Ja. Dus sowieso lekkere dingen bakken is wel een aanrader. Ja, dan zou ik het ook inderdaad 4 sterren geven. Al door voor de food amount geef ik dan een minder ster. Terwijl het niet weinig is, hè? Nee. Alleen, zeg maar, als je dat die hoeveelheid, dat is echt 5 sterren. Ja, maar ik heb nu in ieder geval 4 sterren gegeven. En nu kan je dus zien dat ze aan mij vragen waarom of op welk vlak geef je dus 4 sterren. Nou, service quality geef ik 5 sterren. Want ze was wel lief, maar ze moest het allemaal halen. Food quality is ook 5 sterren, want het eten is gewoon supergoed. Food amount geef ik dan geen 5 sterren, maar 4 sterren. Oké, okay, dan hebben we Daily Fresh en daar hebben we 2 dingen van gekregen. En hier kom je weer bij het punt dat je denkt van, vergeleken met anderen, dat het echt weinig zou kunnen zijn. Een quiche en een grote bak salade. En de salade zijn volgens mij 2 verschillende salades bij elkaar. 1 Griekse salade met onder andere tomaat, komkommer, feta. Volgens mij is dat wel ui, olijfjes. En aan deze kant zit een soort van 2 verschillende pasta's. Een soort van pasta salade. Dus dit is wat we hebben gekregen bij de Daily Fresh Amsterdam. En daarbij is het 4,50 wat we hebben betaald voor de voucher. Ze waren super vriendelijk en het ziet er super mooi uit. En dit ziet er ook echt heel lekker uit. Maar food amount. Dus ik zou hem nu 4 sterren geven. Service quality 5. Food quality weet ik eigenlijk nog niet, maar het ziet er gewoon super goed uit. 5. En food amount dan weer 4 sterren. Echt? 4 nog? Oeh, 3 hè? Oh, maar dat klinkt zo ondankbaar. Ja, maar ik wil niet ondankbaar noemen. Nee, ik snap dat je het niet zo bedoelt. Ik weet dat je het niet zo bedoelt, zo moet ik het zeggen. Maar het klinkt wel zo. Maar gewoon eerlijk. Gewoon daar moet je mee ver.
zo blijf je het een beetje vergelijken met elkaar. En nogmaals, het is nog steeds dat je gewoon, je geeft minder geld uit dan dat je krijgt. Ja, absoluut. Maar je moet, want anders hebben ze er niks aan die vergelijking. Anders denken ze dat alles goed is. Ja, precies. Daarom moet je ook raten natuurlijk. Dus nu gaan we naar 7. Nu heb ik heel veel zin om een paar hapjes van de salade te nemen. En later zien we jullie weer terug. Want dan gaan we... Ik hield deze nog steeds omhoog. En daarna gaan we rond avondetentijd. Tussen 7:30 en 8:30 mogen we naar La Cochina Empanadas. En dan gaan we wat lekkere empanadas halen. Inmiddels is het 7:00. En nu gaan wij ons ene laatste Too Good To Go foutje inleveren bij La Cochina Empanadas in Amsterdam. Dat is ook het hele leuke van deze app. Je komt op plekken waar je nog nooit was geweest. Wij waren namelijk toen we deze app aan het testen waren bij de Landmarkt geweest. En de Landmarkt hadden we wel eens gezien, maar we waren er nooit geweest. En we vinden het nu echt super leuk en willen er snel weer heen gaan. En misschien is La Cochina Empanadas wel super lekker dat we binnenkort daar gewoon lekker gaan eten. Oké, we moeten eventjes 10 minuten buiten wachten, maar het ziet er vet leuk uit wel. Ik weet alleen niet of die voor ons is. Hè? Je zit toch in mijn neus te kijken? Ja. Ja, dat is de bedoeling. Ja, rustig te gaan hoor, bellen. Hetzelfde, doeg! Ik was veel te laat. Ik wil helemaal niks. Oké, we zijn weer thuis met eten. Ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. We hebben dus 10 minuutjes gewacht en hij heeft het eten helemaal opgewarmd. Dus dat is wel echt service gewoon. Ja. Het is gewoon een grote bak. Kapsalon. Oké. Oeh, 2 empanadas. Ja. En sala. Er is een champignonnetje in. Spinazie? Wat? Mmm, hier is een champignon. Lekker. Mmm. Heel lekker. Ja. Oké, we hebben allebei een empanada opgegeten en die was super lekker. Ik had er eentje met kaas en champignon en ziek eentje met spinazie, mais, mozzarella. Ja. Maar het was super lekker. De salade die erbij zit, heb ik wel een beetje van gegeten, maar het was eigenlijk gewoon niet een echte aangemaakte salade of zo. Dus het was gewoon een beetje een simpele salade. Wat ook gewoon helemaal prima kan zijn, maar dat je dat weet. Overall experience geef ik hem 4 sterren in plaats van 5. Omdat food amount was ook weer best wel weinig. Maar het was wel heel lekker, dus de food quality zet ik wel op 5 sterren. Service quality geef ik wel 5 sterren, want het was een super vriendelijke man. En ja, safe. Echt goede ervaringen vandaag. Ja. Leuk. Heel leuk en heel lekker. En ik moet je natuurlijk wel even zeggen, wij hebben natuurlijk superveel op één dag besteld. Dat raad ik je eigenlijk niet per se aan. Want we blijven natuurlijk wel met een paar dingen zitten die we zeker nog wel gaan opeten. Bijvoorbeeld morgen en vanavond nog wel wat. Ja. Maar we hebben gewoon nu 5 boxen besteld omdat ik het aan jullie wilde laten zien. En het leek me gewoon vet grappig. 5 mystery food boxen. En om jullie gewoon heel goed kennis te laten maken met deze app. Dus nu gaan we eventjes chillen. Want echt veel later op de avond kunnen we onze laatste box ophalen tussen 10:30 en 11:30. Inmiddels is het 10:15 en we hebben net eventjes op het tasje gezeten. En nu gaan we naar sushi. Ik ben echt benieuwd wat voor sushi we gaan krijgen. We hebben wel 9 euro betaald voor de box. En er staat ook echt bij van het is wat duurder omdat er stokjes, gember en wasabi bij zitten. En sojasaus. Maar ja. Ik vind het jammer dat je dat niet kan aangeven van ik hoef geen stokjes, wasabi, gember en sojasaus. Want ik heb stokjes en sojasaus thuis en gember en wasabi neem ik niet. Dus dat is misschien wel tot nu toe al wat ik denk van dat is minder. Maar we gaan het zien. Misschien krijg je wel echt vijf te rollen. Wasabi. Nee, sorry. Aangekomen bij sushi. Oké, we hebben echt een hele box vol. En Ik wil gewoon kijken. Hij gaf ook aan dat het een waarde is van 30 euro. Dus ik ben echt vet benieuwd. Ja. Oeh. Ja, dit is wel echt super lekker, man. Ja. Zin in. Kijk, we hebben dus dit hele pakket gekregen. Best wel veel. Ik heb nog nooit zelf bij sushi gegeten. En het ziet er gewoon heel erg goed uit. En de reviews online zijn heel erg goed. Zieke is er een keer geweest. Die vond het heel erg lekker.
Maar we kregen dus het tasje en toen zei hij alsjeblieft 30 euro aan sushi. Dus, ik hoop dat je het lekker vindt en mocht je het lekker vinden, zou je dan alsjeblieft een leuke review achter willen laten. Oftewel een 4 of het liefst natuurlijk 5 sterren review. Dus ik zei, oh ja, tuurlijk, weet je ook, ik laat gewoon reviews achter. Want zei hij, ja, want via de app van Too Good To Go kregen we echt super veel negatieve reacties. Of wat zei hij nou? Echt heel, we staan heel slecht. Heel slecht staan ze op die app. Ja. En hij zegt, ik weet niet waarom, want misschien denken mensen wel van, oh, dit ziet er echt niet uit als heel veel geld. Maar dit is gewoon inderdaad, wat hij zegt, 30 euro aan sushi. Als mensen all you can eat gaan eten, vinden ze dit natuurlijk veel te weinig. En sushi is ook gewoon duur, omdat sushi is gewoon een brand is. En sushi is duur bedoel je? Ja, sushi is gewoon sushi duur. Zelf is gewoon duur. Niet te vergelijken met een all-you-can-eat tent. Dus je moet niet verwachten dat dit een avondmaal is voor 2 personen. Maar dit is echt wel een avondmaal voor 1 persoon hoor. Toch? Ja, zeker. Dus ik vind dat best... Kijk, dus tot nu toe zijn we heel erg positief. Eten gaan we nu eens even proeven. Maar ik zou hem nu al 5 sterren geven. Voor zeg maar service en food amount. Toch? Ja, ik ook. Maar we gaan het even proeven. Oké, we hebben net de sushi box opgegeten. En het was super goede sushi gewoon. Of in ieder geval gewoon meer dan prima. En helemaal voor het bedrag wat wij ervoor betaald hebben. Ik heb ze ook gewoon 5 sterren gegeven. Dus ik ben benieuwd. Misschien heb jij wel een keer sushi besteld. En had je een minder goede ervaring. Moet ik er wel eerlijk bij zeggen. Er zit namelijk sushi in. Wat misschien niet jouw smaak is. Waardoor je misschien daarom denkt van... ik ga minder sterren geven. Dat zou kunnen. Want er zat hier ook 2 verschillende sushi dingetjes in. Dus 4 in totaal. Waarvan ik echt dacht van ja, dat ga ik echt, dit vind ik echt niet lekker. Die zie ik gewoon lekker opgegeten. Want hij vindt het wel lekker. Dat is gewoon ook een beetje hoe het werkt. Oké, ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden om over dit goede initiatief wat te horen. Ik ben ook heel erg benieuwd of jullie de app gaan downloaden. Laat maar gewoon eventjes weten. En misschien heb je wat ervaringen al. Het is helaas nog niet overal echt helemaal hot and happening. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn er veel tentjes. Ook een paar in Zaandam had ik gezien. Wat in Haarlem. Maar ook gewoon helemaal niet veel. Dus ik hoop dat met super veel meer gebruikers. Dat ze ook gewoon veel meer restaurantjes kunnen aansluiten. Ook in wat kleinere steden, dorpjes, whatever. Ik hoop het in ieder geval. Duimpje omhoog voor Too Good To Go. En voor deze video zou ik super leuk vinden. Laat in de comments dus even wat leuks achter. En ik hoop dat je even abonneert. Want dan zie ik je heel graag woensdag weer met een nieuwe weekendvlog. En bedankt voor het kijken. Doei doei. Doe je ook even? Ook een kus van Skeers.